Hartelijk welkom. We hebben weer aardig wat dingen voor u bij elkaar verzameld. Dus hoog tijd om te beginnen. We waren uitgenodigd om een kijkje te komen nemen bij Stadstuin De Groene Geest. Nou, we zijn hier in een geweldige groene oase. En waar zijn we precies? Midden in Nieuw-Waardek, naast wijkcentrum De Geest. Ik ben zelf ook een bewoner van Nieuw-Waardek en woon daar nu al ruim 20 jaar. Veel van de vrijwilligers hier wonen in de wijk, maar minstens de helft komt van buiten de wijk en heeft het hier gevonden omdat ze voorbij fietsten op het Strauspad. En het is meer dan alleen maar een tuintje. Het is een hele grote tuin. Vroeger waren hier wijktuintjes van de gemeente. En in 2015 is een gedeelte van de wijktuintjes waren daar. En hier was een gedeelte dat was jong tuinier met uit. En jong kookverouderd deed in het wijkcentrum de maaltijd klaarmaken. En we hadden nog schooltuintjes. Ik sta hier met een van de vele vrijwilligers. Hoe lang ben je al gebeten door de tuinliefhebberij? Dit is mijn derde jaar en ik doe het dan op de donderdagmiddag. Dus dat is lekker ontspannend, gezellig. En we zijn altijd lekker bezig en hopelijk we hebben altijd lekker weer. Gelukkig op de donderdagen. Dus, Zullen wij even gaan? Dat is een aantal jaar zo geweest en in 2018 is aan een groep vrijwilligers het beheer van het hele stuk gegeven. En we mochten de wijktuintjes houden, we mochten ze wegdoen. Schooltuinen moesten blijven, moeten we ieder jaar vragen of ze daar behoefte aan hebben. Schooltuinen moeten we ieder jaar navragen bij de gemeente, is daar behoefte aan? Ze hebben er geen behoefte aan, dus wij hebben momenteel de hele tuin. We hebben daar een heleboel groente op staan en sinds 2 jaar hebben we steeds meer bloemen. Omdat we merkten dat de mensen heel graag de dahlia's met name willen plukken. Maar we hebben nu ook andere plukbloemen neergezet, vinden we zelf ook prachtig. Sinds dit jaar rozen. Er staat van alles en we zijn er heel blij mee. Nou, we staan hier bij de buurman van deze geweldige groene tuin. Hoe vindt u dat deze groene oase hier bij u om de hoek zit? Geweldig. Ja. We gaan heel goed met de mensen om. En zo nodig is, verricht ik ook nog wat hang- en spanwerk. En voor de rest, het ziet er allemaal schitterend uit. We zitten midden in de stad. En waar vind je dit? Ik bedoel, Dus wij wonen wat dat betreft uniek. Hier ook. Weet je. En dit is ook de dag dat jullie de grootste klus van allemaal moeten doen. Ja. En dat is de pompoenen. De pompoenen. Maar er is een andere grote klus en die is iedere dag. En dat is de bonen van de bonenplanten halen. Er staan iets van 20 bonenplanten, als er niet meer zijn. En dat is ook een hele klus om dat iedere dag eraf te halen. Er zijn kilo's van afgekomen. Ja. Ik heb mijn nieuwe pitch.
En hoe vaak doe je dit per week? We zijn 4 middagen in de week zijn we open. Maandag tot en met donderdag van 2 tot 5. Vaak wordt het later. Want je moet ook water geven en dat moet je doen als de mensen weg zijn. Hier ook. Het steeltje is zelfs helemaal doorgerold al, zie je? En is natuurlijk ook een leuke afleiding van de dagelijkse sleur. Ja, ja, ik ben een halve dag minder gaan werken. Omdat ik eigenlijk zoiets had van, nou, ik moet gewoon iets anders doen. Ik wil lekker kunnen ontspannen. En omdat mijn buurvrouw hier al liep, ben ik ook op de tuin terechtgekomen. En nou, ik vind het heerlijk. Gewoon lekker je hoofd leegmaken en lekker vroeten in de grond. Bezig zijn met z'n allen en gezelligheid. En dat ontspant echt heel goed. Ik zou het iedereen aanraden. Wat ook een mega klus is, is de oude dahlia's uitknippen. Want om te laten groeien moet je knippen. Dus alle oude dahlia bloemen die verwelkt zijn, die worden uit de planten geknipt. Ja, voor de rest zijn het allemaal klusjes. We kunnen alle hulp gebruiken. Ja. We hebben hier ongeveer 10 plus vrijwilligers lopen. De één middag en de ander wat vaker. Maar er is genoeg te doen, vooral in het hoogseizoen, voor meer mensen. Hoe ben je hier aan begonnen? In een dolle bui. Nee, ik zit in het wijkberaad van Nieuw-Waddijk. En wij hebben een werkgroep Groen. En die zat hier een keer om te kijken wat de mensen aan projecten wilden doen in de wijk. Waar we mee konden ondersteunen. Vond hier wel gezellig. Gezellige mensen. Zat thee te drinken. En zo blijf je hangen. En inmiddels zit ik hier 4 middagen in de week. Vaak meer. Dat is natuurlijk een gekke vraag. Maar heb je dan thuis ook veel groen? Ja. Groene vingers georven van mijn ouders. En ik zag dat u ook samen de, zeg maar, de groenten deelt. Ja, we krijgen af en toe wel eens groenten van hun. En dan zijn we soorten met voorproevers. Mm-hmm. En dan deden we dat hier met de koffie dan van hoe het is. En we hebben natuurlijk ook wel eens, we hebben zelf ook wat fruit. En we krijgen fruit van hem. En dus mevrouw bakt dan weer een of andere appeltaart of een perentaart. En die peuzelen we daar bij de koffie weer op met z'n allen. Mm-hmm. Zo gaat het hier een beetje. Ja. Jullie doen ook een maaltijdproject met jongeren? Ja, klopt. Jong kookt voor oud. Jong tuiniert voor oud is hier begonnen. Jong kookt voor oud is er nog steeds in wijkcentrum De Geest. En vandaag hebben jullie, zeg maar, de pompoenendag. Ja, ja, het is de pompoenen. Het is een beetje nat geweest de afgelopen dagen. En als de pompoen dan een beetje te lang op de grond blijft liggen, dan gaan ze verrotten. En dat is zonde, want we willen ze natuurlijk wel aan de mensen geven. Ik heb allemaal mailen van waarom staan ze nou in de tuin alles af te stoffen. We hebben een website, Stadszuin nog in de Geest. En we staan op Facebook met Stadszuin nog in de Geest. Wordt ook allemaal door mij bijgehouden. Vandaar die klus heb ik ook nog te doen. Mogen andere mensen ook zo instappen trouwens. En we kunnen merken, vooral aan Facebook, dat het redelijk veel bezocht wordt. En wordt gedeeld op bij ons in Loosduinen. Dat vaak door meer dan 3000 mensen wordt iets bekeken. Dus dat is heel behoorlijk. Mijn Den Haag is dé plek waar u online uw zaken kunt regelen met de gemeente Den Haag. Waar en wanneer u maar wilt. Goed, gemakkelijk en snel. U vindt Mijn Den Haag op www.denhaag.nl. Klik op de knop Mijn Den Haag rechtsbovenaan de pagina om in te loggen. U kunt meteen met uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord inloggen op Mijn Den Haag. Als u bent ingelogd, komt u op de overzichtspagina van Mijn Den Haag. Hier vindt u het menu waarmee u de verschillende diensten kunt openen. Klik op de knop Belastingzaken om uw belastingaanslagen over de afgelopen jaren te bekijken.
Als u op het aanslagnummer van de belastingaanslag klikt, dan komt u op de pagina met gedetailleerde gegevens van deze aanslag. Onderaan de pagina vindt u nuttige informatie die te maken heeft met uw belastingaanslagen. Klik op de knop Terug naar het overzicht om terug naar de overzichtspagina te gaan. Klik in het overzicht op de knop WOZ om informatie over uw WOZ-waarde en taxatieverslagen in te zien. Op deze pagina vindt u een overzicht van al uw objecten. Bovenaan de pagina vindt u knoppen waarmee u de gegevens van een voorgaand jaar kunt bekijken. Klik op het adres van het object om de WOZ-gegevens en het taxatieverslag te bekijken. U kunt het taxatieverslag ook afdrukken door op de knop bovenaan de pagina te klikken. Klik op de knop Terug naar het overzicht om terug naar de overzichtspagina te gaan. Klik op de knop Berichtenbox om de instellingen van uw berichtenbox te bekijken. Wilt u uw post van de gemeente Den Haag digitaal ontvangen? Klik dan op de knop Ik kies voor papiervrij. Wanneer u klaar bent op Mijn Den Haag, klikt u op de knop Uitloggen helemaal bovenaan de pagina en keert u weer terug naar de website van de gemeente Den Haag. Op de dam. Uw bank. Hallo, met Hulst. Goedemorgen, ik spreek met Vermeer van uw bank. Ben ik verlegen? Ja, ogenblikje, meneer Vermeer. Ik daal even af. Tuurlijk, geen probleem. Oeh, ja. Zo, daar ben ik. Ja, hallo. Ik ben u om het volgende. Er is namelijk een hek gaande. We hebben net ontdekt dat criminelen geld van uw bankrekening af willen halen. Oh, is alles wel veilig? Jazeker, toch wel. Maar we moeten er snel bij zijn. Ja, ga met u mee. Wat we gaan doen is inloggen bij uw internetbankier. Dan kunnen we samen veel ellende voorkomen. Ja, ogenblikje. Ja, ik neem de stappen alvast met u door. Als u zo bent ingelogd, gaan we uw geld veiligstellen door het over te boeken naar een veilige rekening. Daarna komt een koerier uw bankpas thuis ophalen om meer fraude te voorkomen. Ja. Een ogenblikje nog, meneer. Ja, ik blijf aan de lijn. Even opzoeken. Veilige rekening. Even kijken. Wat is spoofing? Als een oplichter zich voordoet als bankmedewerker, noemen we dit spoofing. Meneer? Bent u er nog? Heeft u al kunnen inloggen? De oplichter zal aandringen om uw geld over te maken naar een kluisrekening of een veilige rekening. Hallo, meneer? Hallo, meneer Vermeer, daar ben ik weer. U denkt toch niet echt dat ik nu een bedrag ga overmaken naar uw andere of veilige rekening? Weet u wat mij veilig lijkt? U, achter slot en grendel. Dat is veilig. De groeten, meneer. Steeds meer ouderen worden slachtoffer van spoofing. Criminelen doen zich voor als betrouwbaar bankpersoneel. Mocht u ook onverwachts een telefoontje krijgen van uw bank of een andere officiële instantie die u vraagt om inlogcodes of om een flink bedrag over te maken naar een veilige rekening, hang dan onmiddellijk op. Bedrijven vragen hier niet naar en ze komen zeker niet uw pinpas bij u thuis ophalen. Mocht u onverhoopt toch slachtoffer zijn van spoofing, schaam u dan niet, informeer uw bank en doe aangifte bij de politie. Dat is het beste. Kijk voor meer tips op
maakhetzenietemakkelijk.nl. Als je nu je brommer of snorfiets op benzine laat slopen, kun je van de gemeente Den Haag een vergoeding krijgen voor een schoon alternatief. Bijvoorbeeld een gewone of een elektrische fiets, een elektrische brommer of snorfiets of een openbaar vervoerabonnement. Het tegoed dat je krijgt is €400, met een OEFA-pas zelfs €750. Hoe werkt het? Eerst controleer je of je voldoet aan alle voorwaarden. Rijdt jouw brommer of snorfiets op benzine? En wordt die gesloopt na 28 februari van dit jaar? Stond de brommer of snorfiets voor 1 december 2020 al op jouw naam? Stond je 1 december 2020 zelf al ingeschreven bij de gemeente Den Haag? En heb je dit jaar nog niet eerder een omruiltegoed gekregen? Als je voldoet aan deze voorwaarden ga je verder. Je maakt een afspraak met Tencent Tweewielers voor de gratis ophaalservice. Ze komen je brommer of snorfiets bij jou thuis ophalen en geven je een demontageverklaring. Dat is een sloopbewijs. Op hun website lees je de voorwaarden. Je kunt de brommer of snorfiets ook zelf naar een FDW-erkend demontagebedrijf brengen. Met de demontageverklaring vraag je bij de gemeente via de website je tegoed aan. Je kiest daarbij waarvoor je het tegoed wilt gebruiken. Dat kan zijn voor de aankoop van een elektrische brommer of snorfiets. Of een gewone of een elektrische fiets of bakfiets. Maar je kunt ook kiezen voor een openbaar vervoersabonnement bij de HTM. Of een OV-abonnement voor heel Nederland. En voor het gebruik van deelauto's, deelscooters of deelfietsen. Met je tegoed ga je naar een van de aangesloten leveranciers en zoek je een fiets of brommer uit. Het OV-abonnement wordt geregeld door HTM of Numoco. Door alle vervuilende brommers of scooters op benzine om te ruilen voor een schoner alternatief, maken we samen de lucht in Den Haag schoner en de stad gezonder en leefbaarder. Een omruiltegoed opvragen kan tot met november dit jaar. Maar denk erom, op is op. Ga naar denhaag.nl/omruilregeling. Hans Ruitenberg en zijn vaste cameraman Dennis Simonis zijn deze keer de stad uitgegaan voor handige hulpjes. Ze gingen op pad voor een bijzonder project dat nu ook in Den Haag aan de slag gaat. Fietsmaatjes. Dag dames en heren, ik zit niet in de studio van Den Haag. Nee, u ziet het wel, ik sta ergens een heel landelijke omgeving in de parel van Zuid-Holland. Dat wil dus zeggen in Warmond. En ik sta hier bij Jan Burgmeijer en bij Tekla Zwinkels. Jan, jij zit op een apart voertuig. Het is geen Cosmotor, zie ik. Het is iets anders. Maar wat is het eigenlijk? Ja, dat is een duofiets, zo noemen ze dat. Met elektrische trapondersteuning. En dat betekent dus dat je naast elkaar zit. En dat je, ja, de een stuurt natuurlijk, kan die allebei sturen. En ik zit op de plek van de gast, noemen wij dat. Ja. Dat is degene die niet meer zelfstandig kan fietsen. Mijn stuur zit vast. Ik kan wel meetrappen, ja. Maar ik kan dus niet sturen. En Tekla zit op de plek van de vrijwilliger, zoals dat heet, die wel stuurt. Nou, lekker weer, Tekla. Hoe was jouw dag vandaag? Heerlijk om nu naar buiten te gaan. Ja, hè? Maar we hebben... Gaan we zo een ijsje kopen bij Gouden Hoorn? Eerst even fietsen. Eerst even fietsen. Ik kan er hier gebruiken. Even rustig aan. Dag meneer. Zo'n fiets noem je een duofiets. Duofiets. En wij zijn fietsmaatjes van elkaar. Okay. Zo ja. Noem je dat. Ja. Nou neem ik aan dat niet iedereen zomaar naast je kan kruipen op de fiets. Er zijn bepaalde doelgroepen, neem ik aan. Voor wie de duofiets bedoeld is. Ja, we hebben eigenlijk verschillende doelgroepen. En de hoofdmoot is dat de mensen die niet meer zelfstandig kunnen bewegen. En net kwam er een blinde man langs. Een jonge man. Die dus blind is en ook niet meer zelfstandig kan fietsen. Dat kan. Het kan zijn dat het iemand is die wat ouder is en bijvoorbeeld achter een rollator loopt. Ja, die kan nog wel achter een rollator lopen, maar ook niet meer zelfstandig fietsen vanwege zijn stabiliteit. Kunnen mensen met dementie zijn? Kunnen mensen met een niet aangeboren hersenletsel zijn? Parkinson, noem maar op. Maar
Maar het is dus de bedoeling dat deze mensen dus eigenlijk weer uit hun huis komen en bewegen. Ja, die mensen worden uit hun isolement gehaald. Letterlijk uit hun isolement. Want als je niet meer kan fietsen en alleen nog maar een klein beetje kan lopen rondom je huis, dan heb je ook veel minder sociale contacten. En dat betekent ook dat wij best heel veel eenzame mensen zien. Hè, die dus eigenlijk door hun beperking ook eenzaamheid ervaren. En dat, daarom is het fietsmaken zo'n mooi project. Dat wij mensen in beweging brengen, maar geven ze ook een sociaal contact. Nou, je trapt aardig mee. Hè? Ik heb er bijna niks. Nou, dat helpt wel. We hebben al een krachtondersteuning. Dat is... ik vind het lekker om mee te fietsen. Hè? Ja. Wil je dan sportief? Ik voel het nu net een ringel op. Even kijken. En als derde geven ze de mogelijkheid om weer hun eigen omgeving te zien. He, dus om weer in de natuur te zijn, om weer door de stad te fietsen, wat dan ook. En contact hebben met de mensen om hun heen. Want wanneer je achter de voordeur zit, dan is het best wel moeilijk om contact te houden. En op het moment dat je weer buiten komt, dan zie je weer de mensen waar je eigenlijk verbinding mee gehad hebt. En waarbij je nu weer verbinding maakt. Jan, aan jou de vraag. Heb jij dit opgezet? Nou, wij hebben het samen opgezet. 10 jaar geleden hebben Tekla en ik, Tekla is op het idee gekomen. En we hebben het samen opgericht, Fietsmaatjes in Teylingen. En dat is dus een gemeente hier in het westen, in Zuid-Holland. Inmiddels hebben wij het door heel Nederland verspreid en zit het al op 35 locaties. Van Apeldoorn naar IJsden-Margraten, helemaal in het zuiden van het land. We zijn bezig in Middelburg, Den Bosch, Breda. Maar ook hier in de provincie Zuid-Holland, in Wassenaar en Voorschoten. Maar helaas nog niet in Den Haag, dus vandaar. We gaan weer omhoog. We doen het rustig aan. Wij beginnen hard, want wij vallen niet van die fietsen. Even uitkijken voor de hond. Dag mevrouw. Goedemiddag. Oh. Ja, graag mee. Had het allemaal nog aan? Ja. Wat een weertje, hè? Dat heb ik nog gemist. Alle doelwit op de vaten. Ik heb heel een morgen thuis gezeten, maar dit is fantastisch. Dit is waar je nog aan doet. Dit is wat ik moet doen allemaal. Geweldig. Tekla, hoe kwam jij zo op het idee dan? Nou, ik heb al jaren als wijkverpleegkundige en als praktijkverpleegkundige gewerkt in de huisartsenpraktijk. En wat me in de verhalen van de mensen opviel, is dat ze zeiden van ik kan nog wel accepteren dat ik niet meer zo gezond ben. Maar dat ik zo in een isolement raak door mijn beperkingen, dat raakt me eigenlijk het meest. En ik hoorde veel eenzaamheid en alleen zijn. En toen kwamen we eigenlijk in contact doordat een tante van Jan met de vakantie was meegeweest. Die was rolstoelafhankelijk. En die vertelde mij stralend dat ze op een fiets had gezeten. Nou, het zat een foto bij zich. Nou, als je dat gezicht had zien stralen, toen ging er bij mij eigenlijk een lampje branden van goh, maar dat moet toch, wanneer die fietsen er zijn, dan moet het ook hier in de omgeving kunnen. En dan moeten we weer de bollevelden kunnen zien. Dan gaan we. Ik naar u stuurt, hè? Ja, ik stuur. Dus ik heb ooit op de achtergrond gezeten bij een tandem. Ik vond het doodeng. Want ik had geen enkele zeggenskracht. Nee, dat is het nou. Je moet je helemaal overgeven aan degene die voor zit. Je mag trappen. Ja, ik mag het. Maar ik stuur. Dat is altijd even lastig, ja. Maar dat is lastig. De regie even afstaan. De harde realiteit. Lekker moet ze. De trap goed. Nou, dat stuk hebben we vormgegeven hier in Warmond en in de gemeente Teylingen, waar Warmond een onderdeel van is. En op een gegeven moment hebben we gezegd van, toen was het zo'n succes. Dat is het verhaal. Houdt het dan nog een beetje in de hand als het dan overal dus wordt geïmplementeerd?
Ja, dat, de formule is eigenlijk dat wij nieuwe teams in nieuwe gemeentes, dat wij die trainen. Dus we hebben ook een handboek, we leggen uit hoe het werkt. Maar daarna zijn ze echt autonoom, dan gaan ze zelfstandig verder. Dus dan wordt het gewoon fietsmaatjes Leiden of fietsmaatjes Voorschoten of fietsmaatjes Wassenaar. En dat is gewoon zelfstandige stichtingen. Het zijn allemaal stichtingen. Het zijn allemaal stichtingen. Soms zijn het werkgroepen in een bestaande stichting, maar meestal zijn het nieuwe stichtingen. Onder naam fietsmaatjes en dan de plaatsnaam. En Den Haag komt eraan, hè? Nou, het leuke nieuws is eigenlijk dat wij nu in gesprek zijn met de mensen van Picala Bikes. Ik hoop dat ik het goed zeg. Ik ga het straks even opzoeken. Maar die hebben dit project gezien. Sascha Winkel, initiatiefnemer. En sinds kort is zij dus met ons in gesprek. En zij wil dit echt doorzetten. En ze is nu al subsidie aan het aanvragen in de gemeente Den Haag om dit mogelijk te maken. Dus. Goed nieuws. Ja, ik vind het wel heel lekker. Zo. Heerlijk, hè? En zeker hier zo in de natuur. Ja, de stad zo. Dit is best een meneer. Hoi, hoi. Hier gaan we naar links. Naar links? Ja. Dat is altijd belangrijk om te zeggen dat je doet. Oh nee, dat doen we niet. Als de mensen nou meer willen weten, waar moeten ze dan kijken? Nou, ga graag naar de website fietsmaatjes.nl. Daar kan je een formulier invullen voor meer informatie. Dus dat zou ik sowieso doen. Mensen uit Den Haag die zeggen, nou, ik wil hier meer van weten. Ik wil zelf ook meehelpen. En we hebben ook regelmatig informatieavonden, digitaal. Dus dat is gewoon 's avonds via Teams kunnen we dan vertellen wat we doen. En er wordt ook heel veel gebruik van gemaakt. Dus dat is ook een mogelijkheid. Je kan op onze website zien wanneer die avonden er zijn. 1 keer in 6 weken en dan kan je gewoon aansluiten. De lente zich aan de winter. Vol bravoure en energie werpt ze het strenge, grijze van zich af. Tooit zich met geur en kleur en ontknopt alom het jonge groen. Dit was mijn gedicht voor deze keer. Dank u wel voor uw aandacht. Dit was het voor deze keer. Meer nieuws kunt u nog zien op onze Facebookpagina. Bedankt voor uw aandacht en volgende keer, dan zijn we er weer.